Welkom bij Arts & Scooi TV. Dit is een heel kort deel, maar deel 3 van 5 opstappen. In het afgelopen deel heb je kunnen zien dat we een lichte verhoging van de ammoniak hadden. Ik moest behandelen tegen wormen. Nou, dat gaat hartstikke goed. Vissen zwemmen mooi rond. De Oshima zwemt ook mooi rond. Dus dat gaat helemaal goed. Ik zal er even opzoeken. Maar die heb ik net zien zwemmen. Dat gaat hartstikke goed. En ja, gaan we natuurlijk wel eventjes de korte pH meten. Sowieso wel altijd goed om even te doen. Je zit nu op. Nu begin je, zie je ook dat die de micromineral begint te reageren. 7,93. Dus die is aan het zakken. Nou, dat was wel de hoop. En dat is dus ook zo. 7,92, 7,93. Helemaal goed. Dat is goed. En dan de ammoniak en de nitriet. Dus die ga ik inzetten weer. Ik begin weer met de nitriet. Nogmaals, er komt later natuurlijk weer een langer deel. Maar dit is gewoon op een dag dat we open zijn in de winkel, lopen wat mensen rond. Maar die kan ik wel even snel doen. Even de nitriet inzetten. Auw. Een velletje ertussen. Zo, die. En deze. Ja, vissen gaan heel goed. En nog heel eventjes en dan gaat een zeer speciale voermachine en project gaat van start hier op deze vijver. Dat wordt echt helemaal te gek. Dat wordt revolutionair. Ja, wordt heel gaaf. Maar dat, daarover later meer. Deze heeft zijn nulmeting natuurlijk gedaan. De nitriet. Nitriet was de eerste keer 11 keer. 11 keer 11. Toen 7. Dat is 2 dagen geleden. En nu. Oh. Oh. Natte handen. Altijd feest. Ja. Ja. En nu ben ik heel benieuwd wat die doet. Die is goed. Die gaan we. 2. Vijftien. Indrukken. Loop deze af. Ga ik deze meteen indruppelen. 2 keer 4 druppeltjes. En het is meer om te kijken van nadat je 1, 2, 3, 4. Ja, bij het opstarten moet je gewoon goed in de gaten houden. Niet een week ertussen houden. Zeker niet als je verhoging ziet. Dan is het gewoon goed om het in de gaten te houden. Weer. Dus dat kun je zelfs al de volgende dag doen, hè, na het toevoegen van de bacteriën. Maar ik heb er nu 2 dagen tussen laten zitten. Leuke voor het filmpje. Zo. En dan gaat hij deze eerst eventjes dicht doen. 1. 2. En dan gaan deze zijn aan het aflopen. Ik ben benieuwd. Het duurt 2,5 minuut. Ik blijf er even wachten. Vissen gaan goed. De trommel heeft op een bypass gestaan. Dus het water is nu ietsjes. Nou, het is nog steeds wel helder. Maar iets. Je ziet toch wel dat er ietsjes van een zweem in zit. De
klep er weer op gedaan. Ik had eerlijk zeggen, dat had ik ook de volgende dag kunnen doen. Want dat antiwormmiddel is al lang opgelost. Hè. Dat wordt niet meer, daardoor wordt niet meer de trommel getriggerd, de vlotter getriggerd. Dus ik kan hem al de volgende dag erin doen. Ik ben het vergeten. Dus 2 dagen uit geweest. De trommel, een bypass. Maar dat kan geen kwaad. Ik ben heel benieuwd. Het biologisch gedeelte, de bakkie showers, trickle towers, die zijn gewoon aangebleven. Ja. Dat gaat goed. Vissen gaan goed. Ik heb nu al gemeten, dus ik kan. Een klein beetje. Dit is de premium mix. He, van de Kooihuis Premium Mix. Dus dat is echt voor ja, lichte vertering. Makkelijk te verteren. Weerstand verhogend. En de vissen, ja, die gaan er hartstikke goed op. Ik doe dit nu. Stel nou, als je het zelf doet, zou ik even wachten. Want stel nou dat die waterwaardes enorm hoog zijn geworden. Ja, dan is natuurlijk je eerste trigger meteen niet voeren. Dus misschien was dit niet zo handig. Nou ja, ik heb het nog niet gemeten. Dus we gaan het zien. Nog een minuut. En dan is de ammoniak klaar. En die was nu 0,10. Kijken of die lager is geworden of dat die juist aan het stijgen is. Ik heb voldoende gedoseerd met Bacto Power. Dus dat kan echt nog wel kan nog wel eventjes duren. Dus ik laat hem. Ik ga niet meteen, maar ik weet wel van hoe zit ik nu? En dan ga ik morgen meteen weer meten, want ik wil dan wel zien wat er gebeurt. Nog 30 seconden. Ik hou de camera paraat. Zo. Dit is de 15 seconden, 14, 13, 10. En de andere is nog 1 minuut 50. Dus dat gaat ook hard. 1, 0. Nou, dan gaat hij meten. 0,11. Dus hij is 0,01 omhoog gegaan. Nou, dat is in de verrekening. En nu met een lagere pH is dat alleen maar ja, lager, minder. Verhouding ammoniak is dan echt veel lager. Dus dit gaat goed. Hij stijgt dus niet, ondanks dat ik wel gewoon ben blijven voeren. Ik heb wel gewoon gevoerd. En nou ja, dus dat gaat goed. Stabiel. Over 2 dagen weer meten. Ik ben heel benieuwd wat nitriet doet. Het is nog een minuutje. Ja, die zou wat mij betreft ietsje omhoog mogen gaan. He, dat betekent dat de ammoniak wordt omgezet. Dat zou fantastisch zijn. Maar dat weet ik niet. We gaan het zien. Mijn dop van de pH-meter. Nee, die ligt daar. Gaan we doen. Een laatste korrel voer. Dus de voer gaat goed. En je ziet dat ik echt maar 2 kleine handjes erin doe. Dus ja, dat gaat over 1 klein handje voer erin doen. Meer dan genoeg voor de vissen. Echt voor het opstappen. En nou ja, dat is het. Oh. 15 seconden. Oh. 15, 11, 10, 9, 8, 7. Nul. Nul. Nou, dat is ook goed. Dat is ook een mooie oplossing. Nitriet is 0. Dus dat betekent dat die enorm goed, enorm snel aan het omzetten is. He, als de ammoniak nou sky high had gegaan, dan had het wat anders geweest. Want dan had ik gezegd, en die 0, dat vind ik vreemd. Dat betekent dat er wel wordt omgezet, maar dat er niet genoeg
wordt omgezet naar nitriet toe. Dat is dus niet het geval, want de ammoniak is die waarde, of je nou 0,10 of 0,11 hebt. Zeker op die, ik zal de berekening laten zien, dat is nihil. Dus, met andere woorden, het gaat supergoed. De Back to Power heeft de nitriet al weggewerkt van 11. Nou ja, dat is vanzelf van 11 naar 7 gaan en nu van 7 naar 0. Dus dat gaat helemaal top. Nou, nogmaals, een hele korte tussenserie, deel 3, later deel 4, maar ook weer op korte termijn, omdat we het in de gaten moeten blijven houden. Het is instabiel, kijken wat er gebeurt. En dat is echt heel belangrijk bij je eigen vijver ook. Hou het in deze periode heel kort qua testen, niet één keer in de 14 dagen, echt wat vaker testen. En dan merk je dat je er goed op zit en dan kan je heel makkelijk bijsturen. Zoals ik nu heb gedaan en gaat top. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.